trawanten. Er wordt ook in grote kranten in Nederland, de Telegraaf, worden dingen beweerd. Ik las daar onlangs weer een stuk onder de kop, dat het supergeheim of zoiets, het dossier geheim. Een verhaal over geheime diensten, die hadden een rapport geschreven, een geheim rapport. Mm-hmm. En in dat geheime rapport stond dat, en dan ging het over Hamas en de steun aan Hamas en weet ik wat allemaal. En er werd op geen enkele manier werd gezegd, welke geheime dienst dan? Zodat je een beeld kon vormen over, ja, waar gaat dit over? Dat rapport, hoe authentiek is dat nou eigenlijk? Is daar ook een weerwoord op? Ik bedoel, onbehagen aan jouw kant van als het om de journalistiek gaat. Het media, het ambacht de journalistiek. Ja. Tegenover jou, Jort Kelder. Een van de oorzaken, heb ik begrepen, van de verloedering in de Nederlandse journalistiek. Nou ja, Jort heeft er in zijn carrière, die ooit zo mooi begon bij het blad Quote, inmiddels een handje van om anoniem mensen te laten praten. En dat op te schrijven en dat dan ook als een waarheid te verkondigen. Zo heeft hij in het verleden, is een van de promotors geweest van een afschuwelijk verhaal over mijn vrouw Nina. Mm-hmm. Waarin hij haar van SM-gedrag betichtte. En dat heel groot uitdroeg. En riep van, dat is absoluut waar, want ik weet dat en ik heb dat geverifieerd. En ik heb bronnen. En als dan gevraagd werd van, wie zijn die bronnen dan? Dan waren dat anoniemi. Dat waren mensen die natuurlijk niks durven te zeggen. Waarom niet? Is me nooit duidelijk geworden. Want ja, als jij zegt dat iemand, en dat weet jij... En dat weet jij, dat hij rare spelletjes in de slaapkamer speelt. Ja. Overigens moet je je afvragen wat dat in het blad Quote doet. Die mededeling. Oké, hij zit tegenover. Die mededeling. Wat doet zo'n mededeling in een blad als Quote? Luister, dat werd met zoveel verve, nou door, of niet? Werd dat natuurlijk te berde gebracht. Televisie-interviews en radio-interviews. Okay. Jort, die predikte daar dat het buitengewoon interessant was om te weten hoe mensen zich in directiekamers gedroegen. Pieter, duidelijk punt. Maar ik heb nu een moment van weerwoord. Dit verhaal is begonnen. Jouw geliefde, wellicht aanstaande ex, heeft een bedrijf geleid. Ik vind dat soort grappen. Jouw grapjes Nee, wacht even. Nee, Pieter, we gaan nu over de ruggen van mensen. Ja, precies. Jij maakt grapjes en jij schrijft verhalen over ruggen van mensen. Ik wil nu gewoon iets zeggen. Jij mag niet zeggen. Probeer dat. En ik ga nu iets zeggen. Dat verhaal van Erik Smit, Kill Mickey. Mickey slaat op de topman, de president-commissaris van World Online, het fantastische bedrijf dat toen naar de beurs ging. Daar had jouw vrouw volgens een vonnis van de Amerikaanse rechter een amoureuze relatie mee. Die is een beetje uit de hand gelopen, kan gebeuren. Prima. Moet ze zelf weten. Daar ben ik niet bij. Dus het begin is dat uiteindelijk in een arbitragezaak schijnt, de grootste ontslagzaak uit de Nederlandse geschiedenis, namelijk over een Nederlands bedrijf hadden we het, dat eindigt met een schadevergoeding van meer dan 100 miljoen. Misschien is het uiteindelijk minder betaald, maar dat was het vonnis, 103 miljoen geloof ik. Wat er gebeurt is, Erik Smit gaat daar een verhaal over maken, dat verhaal telt 6000 woorden. Daar staat één anonieme bron in geciteerd die zegt, je zou het een SM-relatie kunnen noemen, maar dat is een zeer zakelijk verhaal. En dan nog, dit is jaren geleden. Je begint iedere keer over wat jullie in bed doen. Dat zal allemaal wel. Maar waar het om gaat, je hebt nog nooit een rechtszaak gewonnen. De presentatie van dat fantastische nummer. Ik zal het je sterker zeggen, Pieter Storm. De presentatie van dat fantastische nummer. Dit is gisteren, 20 jaar geleden, een vonnis gewezen. Van dat nummer. Als er nou iemand is die over integere journalistiek, en Quote had altijd een buitengewoon goed onderzoeksteam, en dat hebben ze uitstekend gedaan. Erik Smit heeft een fantastische biografie geschreven. 20 jaar geleden gisteren is er een vonnis geweest tegen deze meneer. Dat is tot nog toe een ongeslagen, grove schending van journalistieke normen. De Nieuwe Revue, toen zijn werkgever, heeft omdat hij een wethouder in Berg op Zoom te kak heeft gezet, van allerlei dingen heeft beschuldigd, een zeer suggestieve, de rechter zegt, een onder valse voorwensel heeft hij een politicus erin geluisterd. Ze hebben 200.000 gulden schadevergoeding, Pieter Storms, ongeslagen. En jij gaat mij hier aan tafel, dat ga ik nu ter verantwoording zoeken, roepen over journalistiek. Dit is het vonnis, rechter in Nederland, niet het oordeel. En de rechtszaak, de ruzie met jouw vrouw, is 100 miljoen betaald. En misschien iets minder uiteindelijk in de schikking. Het gaat over grote bedragen. Je hebt nog nooit een rechtszaak van Erik Smit gewonnen.
Hou op. Het grote probleem met Jort Kelder is dat Jort Kelder de feiten opnieuw verdraait, niet juist weergeeft. Jouw probleem is, beste Jort, dat je tot nu toe altijd in jouw verhalen en je grote verhalen die je houdt voor de televisie en op de radio en als je je blad promoten, dat je je feiten niet hebt. Kom jij nou eens met feiten? Jij checkt je feiten niet. Het probleem is dat jij heel goed. Nee, dat jij in notabene Japjum cover ten tonele voeren. Ja. Best verkochte cover ever, hè? Want jij hebt er ook nog een prijs voor gekregen, heb ik begrepen, voor de beste marketing van een Pieter van leidt een allemaal af. Het leidt allemaal niet af. Ik heb veel prijzen gewonnen, kun jij niet zeggen. Waar het jou om te doen is, beste Jort, is toch niet om de feiten. En daar gaat het in de journalistiek toevallig Pieter, wel om. Pieter, je hebt nooit een rechtszaak gevoerd, je hebt hem nooit gewonnen. Waar het jou om gaat... Er is in maart over het boek een rechtszaak, je hebt hem verloren op alle punten. Dit gaat inhoudelijk over iets anders. Nee. Het gaat erom dat ik denk dat jij het interessanter vindt om te amuseren, vooral jezelf en je portemonnee, dan dat je op de feiten afgaat. Okay. Nu hebben een journalist, beste Jort, een journalist wordt niet rijk. Een journalist kan geen maatpakken kopen van 3000 euro of een Maserati rijden. Een journalist is als een ambtenaar, beste Jort. Een journalist is als een Als een dorpsdokter, beste Jort. Een journalist die kan nou eenmaal niet heel veel centjes verdienen. Maar dat is wel jouw ambitie en daar ben je mee bezig. Dat is de man die dus maar één doel in zijn leven had, bezig. Jij bent bezig, alleen maar bezig met het amuseren van mensen. Wat je op een aardige manier doet, in een goed bedoelde imitatie van Gert-Jan Dreugen. Daar moet je je bij houden, in de PC rondlopen. Daar probeer elke stoeptegel te lichten, beste Jort. Dan ben je wat mij betreft zo een amuserende journalist. Maar bemoei je alsjeblieft niet met serieuze zaken. Want je bent niet bereid journalistieke werkzaamheden te verrichten. Om ook daadwerkelijk een goed verhaal... Pieter Storms, 200.000. Kijk die grote mond. Klopt. Kijk die grote mond. Ik heb daar een ernstige Bied nou je excuses eens aan hiervoor. Heb ik aan deze meneer al lang gemaakt. Prutser, ik heb nog nooit een rechtszaak verloren en zeker niet van jou. Jij hebt nog nooit geen rechtszaak. Nee. Ik kan in hetzelfde geval van mijn vrouw, heeft jouw eigen blad Quote de rug naar je toegedraaid. Omdat ze gezegd heeft, deze meneer die was absoluut, had geen feiten, had geen bewijs en kon niet aantonen dat die kletskoek ook op enige grond dat zal waarschijnlijk de Quote binnenkort weer gecorrigeerd worden, maar de Quote heeft zich de daar een beetje kwetsbaar betoond. Maar laten we het gewoon over feiten maar hebben. Het grote probleem is absoluut, Matthijs, dat Jort Kelder is een belichaming van het amusement. Jort, even van het amusement in de journalistiek. Het wat mij betreft is journalistiek bedoeld om feiten naar boven te halen. En dat betekent dat je moet kijken in de maatschappij. In de maatschappij moet kijken naar welke zaken van belang zijn. En dan probeer je als journalist daar een tegel te lichten, zoals Hofland dat ooit zei. Ja. En dat betekent maar heel bespeur jij, je richt je pijlen op Jort. Schending van journalistieke normen. Ja. Pieter Storm, Pep van de Staaf. Jij richt je pijlen nu op Jort, maar Jort staat voor een grote groep journalisten. Verloedert de journalistiek in die zin dat er heel veel Jort Kelders zijn die... Ik ben bang dat heel vaak, steeds vaker, en dat moet ik helaas waarnemen als ik de kranten, de tijdschriften, de televisie bezie, dat het niet zo serieus meer wordt genomen met het journalistieke ambacht. En dat is namelijk feiten checken. En op basis van die feiten een verhaal maken. En dat doet Quote heel goed, maar waarom had Quote anonieme bronnen? Want misschien is dat filmpje, punt, want ik heb een filmpje beloofd. Omdat je dan start tot in filmpje. Je graf door Nieuwenbrink wordt vervolgd start het met filmpje advocaten, nou eens in. Zoals Erik start Smit gebeurde. We hebben een filmpje, dat moet is in de laatste twee minuten zijn ingegaan, nee, dat we dat weten. Stop het filmpje maar even. Start maar eens even. Oh, oké, kom maar. Ja. In dat filmpje daar zien we Jort. 9 to 5 begint een nieuwe rubriek. Kijk, daar is die. Off the Record. Wat is Off the Record? Off the Record is dat je je zonnebril ophoudt. Je vertelt alleen dingen off the record als je niet wil dat de buitenwereld weet dat jij de bron bent. En waarom wil je dat niet? Ja, bijvoorbeeld omdat je je baan wil behouden, omdat je niet met iedereen ruzie wil hebben, omdat je geen rechtszaak in je broek wil hebben. Maar je hebt wel het hart op de goede plaats. Dan maak je het wel heel erg gemakkelijk voor Jort en zijn kornuiten, want die zeggen gewoon dat je bestaat, ook al bestaan je niet. En weet je wat je oftewel, dan doet als je niet oftewel, anoniem bent? Dan is er voor niemand meer te checken of datgene wat geschreven wordt, wat beweerd wordt, ook waar is. Okay, en daar roept Jort Kelder voorop. Quote heeft voor dat verhaal meerdere bronnen. Ik sta daarvoor NSBTV, Jort Kelder. Ik sta daarvoor als journalist, maar waar het om gaat is dit. Deze man... Laatste minuut is deze man
is betrekkelijk gewetenloos hier aan tafel geschoven. En wat er nou eens een keer moet gebeuren, jij moet dus uit je slachtofferschap weg. Je hebt het begrip golddigger in Nederland totaal nieuwe lading gegeven. Ga nou eens het volgende doen. Wat bedoel je met golddigger? Jij eet van de creditcard van je geliefde. Dat mag, dat is niet verboden, maar doe nou eens het volgende. En dan ben je een altijd golddigger? Het slachtoffer, en ik zeg het ook tegen je. Jort, ben je daarom een golddigger? Pak nou, kijk, neem jullie voelen je altijd Jort, slachtoffer. Jort, je bent een golddigger. Ik ben een golddigger. Nina, luister, ik wil je het volgende vragen. En wat impliceert dat, beste Jort? Ik richt mij tot Nina. Nina, luister. Jij voelt je altijd slachtoffer. Nee, je hoeft ik heb helemaal geen enkele helemaal niet van dit. Neem nou die camera eens. Zeg eens tegen al die mensen. Pieter Storm en Nina Brink. 400 miljoen en Nina Storm. Zeg eens tegen die mensen. Dat Pieter en Nina Storm. En maak nou eens een gebaar. En dan hou eens op. Om aan jou verantwoording af te leggen. Wat een vraag. Wij hebben geen behoefte om namens aan jou verantwoording namens meer dan 100.000 beleggers die hun geld kwijtraken. 100.000 beleggers, beste jongen? Zij heeft 400 à 500 miljoen verdiend aan een beursgang. Als ze niet sorry zegt heel erg pijn en iets dat jij terugbetaalt, niet hebt, is het klaar. Wij gaan door hier. Dat is een ding wat zeker is. Maar we moeten eruit. Er is voetbal. Tot zover. Tot morgen.